Tilburger kijkt verbaasd om zich heen. De enorme ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar zijn overal zichtbaar. Voor het ruimtelijk economisch beleid vormt het masterplan Binnenstad Totaal de basis. Voltooid is het Pieter Vredeplein, Binnenstad West, het Heuvelplein, de Cityring en het Factorium. Het masterplan Veemarktkwartier is vastgesteld en er is een begin gemaakt aan de ontwikkeling van de spoorzone. Wie Tilburg verkent, ontdekt al snel dat de binnenstad is opgebouwd uit verschillende vestigingsmilieus, ieder met een eigen functie en identiteit. De stadskern is het dynamische hart voor winkelen en uitgaan. Hier vinden we grote landelijke winkelketens, het uitgaanscentrum, Theater de Nieuwe Vorst en Paradox, een van de bekendste jazzpodia. Wie de binnenstad bezoekt, komt automatisch terecht op het Pieter Vredeplein. Door de combinatie van woningen, winkels en mogelijkheden voor ontspanning heeft het plein op ieder moment van de dag een andere uitstraling. Het stadshart, het Heuvelplein, is modern ontworpen. De Heuvelse kerk uit de 19e eeuw en de oude gevels verlenen het plein een oud-Brabantse uitstraling en is voor jong en oud een aangename plek om te verblijven. In Binnenstad West zijn historische panden opgeknapt. Het straatbeeld is verfraaid en de vele creatieve zelfstandigen zorgen voor verrassende winkeltjes. Het oude Tilburg ervaar je het beste rond de Oude Markt met zijn terrassen en typerende bebouwing in jugendstil en nieuwe zakelijkheid. Het meest markante pand van de stad is beslist het Paleis Raadhuis, dat in 1884 in opdracht van koning Willem II is gebouwd. In Centrum Zuid staan cultuur en onderwijs centraal. Hier vinden we de kunstcluster met de Schouwburg, Concertzaal, de 6 creatieve academies van de Fontys en het Centrum van Amateurkunst Factorium. Centraal in de cluster ligt de Muzentuin, een plek voor concerten, exposities, festivals en bezinning. De spoorzone is het gebied met de voormalige hoofdwerkplaats van de NS. Het moet een gebied worden met ruimte voor onderwijs en leisure, kantoren, cultuur, wonen en groen. Delen van de historische bedrijfshallen blijven gespaard en worden gecombineerd met nieuwbouw. Tilburg is een moderne stad. Er is 20.000 vierkante meter winkeloppervlak toegevoegd aan het moderne Pieter Vredeplein. Het centrale stadsplein, de Heuvel, is voltooid. De kunstencampus is met de oplevering van Factorium afgerond. Het Piersplein met al zijn kroegjes is opnieuw ingericht. Tilburg is ook per auto uitstekend bereikbaar en parkeren is geen probleem. De nieuwe Cityring rond het centrum is gereed en heeft een belangrijke verbetering gebracht. De Tilburgse vrijliggende fietspaden bestaan al langere tijd en worden intensief gebruikt. Tilburg is een echte studentenstad met Tilburg University en diverse hbo-instellingen zoals Fontys Hogeschool voor de kunsten. Studenten maken de stad levendig. Als evenementenstad heeft Tilburg een ijzersterke naam. In Tilburg kun je veilig over straat. De binnenstad draagt sinds 2008 de 3e ster van het keurmerk Veilig Ondernemen. In het uitgaansgebied zijn nauwe afspraken met de horeca gemaakt, zoals de gespreide sluitingstijden. Cameratoezicht maakt snel en effectief optreden mogelijk. Tilburg voert een actief beleid om kunst in het straatbeeld te brengen en won daarmee in 2010 de Auroralia Award. Voorbeelden daarvan zijn de honderden Banksjes, het interactieve scherm Between You and Me en de vele kunstzinnige vormgegeven lichtarmaturen. Tilburg is een hippe stad. In uitstraling, duurzaamheid en veiligheid is flink geïnvesteerd. Ook ontdekken steeds meer mensen uit de regio Tilburg als centrum voor shoppen, uitgaan en cultuur. Met evenementen onder de noemer Tilburg Trakteert en de vele festivals trekt de binnenstad elk jaar honderdduizenden bezoekers. In de binnenstad zijn maar liefst 15.850 arbeidsplaatsen gecreëerd. Tilburg is een beste binnenstad.